Zes boeken van de Amerikaanse kinderboekenauteur Dr. Seuss, 1904-1991, worden niet langer uitgegeven en verkocht. Het bedrijf Dr. Seuss Enterprises heeft dinsdag bekendgemaakt te stoppen met het drukken van de werken vanwege de racistische inhoud. Daarnaast worden daarvan ook geen licenties verkocht, zodat deze boeken ook niet verfilmd kunnen worden. Tekst gaat verder onder advertentie. Het gaat om onder meer Ivy Randezo, Scrambled Echt Super en End to Think That, Issaouite on Mulberry Street. Deze boeken portretteren mensen op een manier die pijnlijk en verkeerd is, aldus Dr. Seuss Enterprises. De afgelopen jaren was er al wat kritiek op racistische stereotypen in boeken van de auteur. Zo zit in End to Think That Issaouite on Mulberry Street een zogenaamd Chinees personage met streepjes als ogen en een kommetje rijst met eetstokjes in de hand. En komen in Ivy Randezo twee Afrikaanse personages afgebeeld op blote voeten, zonder shirt en in rokken van stro voorbij. Op leeslijsten van Amerikaanse scholen werden enkele boeken al niet meer aanbevolen. De boeken van Dr. Seuss zijn wereldwijd bekend en worden in meer dan 100 landen verkocht. Ze werden ook verfilmd, zoals Ho, de Grinch stole Christmas met Jim Carrey in 2000. Buzzelet's Blokkade.